Hallo en goedemorgen of goedemiddag, maakt niet uit wanneer je kijkt. Ik dacht, ik ga eventjes een video opnemen. Omdat ik merk, niet alleen zelf, maar ook bij klanten en mensen in mijn omgeving, dat de energieën op dat moment weer heel chaotisch zijn. Dus heel veel zaken opschudden en teweeg brengen. En dat heeft te maken met onder andere het 8-8-portaal, dus 8 augustus. Waarbij dat er tussen een aantal dagen geleden en dus 8 augustus en dan eigenlijk nog een beetje nadien weer een soort van energetische poort open is. Dus dat maakt dat we gevraagd worden om te gaan kijken van waar zijn we nog niet tevreden in ons leven, wat willen we nog gaan veranderen. En dat is ook een beetje de misopvatting dat heel veel mensen hebben, eenmaal dat je geïntegreerd bent in het hogere bewustzijn of leeft vanuit het hogere bewustzijn. Dat je eigenlijk safe bent, dat je niets meer te doen hebt. En dat is de misopvatting, omdat uiteindelijk spirituele groei en werken aan jezelf, je ziel verder ontwikkelen, is eigenlijk een ongoing proces. Het stopt nooit. Het gaat altijd maar verder en verder en verder, altijd maar hoger en hoger level. En dat merk ik bij mezelf ook. Of dat nu gaat over mijn eigen proces of uitdagingen waar ik mee geconfronteerd word in mijn onderneming of in mijn tweelingvlamconnectie. Het zijn altijd zaken die aantonen van waar dat er nog zaken zijn, overtuigingen, of waar dat ik niet bewust van was. Of overtuigingen die ervoor zorgen dat ik eigenlijk mezelf saboteer. Of emoties, trauma's die getriggerd worden, die ofwel van mij zijn. Uit dit uit, of uit vorige levens, maar evengoed ook uit voorouderlijke lijnen, dus die via mijn moeder en of vader meegegeven is. En dat zie ik dan ook gebeuren, bijvoorbeeld dezelfde patronen bij broers of bij zussen, of nog ruimer zelfs. Dus het is niet zo dat je gewoon enkel alleen maar aan je eigen proces werkt en dat je er dan weer vanaf bent, dat je safe bent. Hè. Het is niet dat je zoals het in school, in dat school gaat, je examens doet, je diploma hebt en that's it. Nee, het leven is eigenlijk de school die nooit eindigt. En de school, dat is de aarde. Dus ook alle dingen die gebeuren op de aarde, zoals bijvoorbeeld de overstromingen, zoals bijvoorbeeld de aardbevingen, zoals vulkaanuitbarstingen, wat dan ook. Als dat in jouw realiteit gebeurt, dan is dat ook weer een weerspiegeling van dingen die gaande zijn in jouzelf. Ook als je op een tweesprong staat en een keuze moet maken, kan je ook het universum gebruiken om boodschappen en signalen te ontvangen. Is het via de dieren? Is het via dubbele cijfers dat je ziet? Er zijn er genoeg video's over. Maar je kan ook gewoon rechtstreeks hulp en leiding vragen aan jouw eigen team. En dat is ook hetgeen wat ik leer. Aan de mensen die met mij één op één of in het groepstraject samenwerken. Verder is het belangrijk om heel bewust om te gaan met de mensen, of dat je eigenlijk heel bewust omgaat met je eigen energie. In die zin, zeker nu dat het zo weer chaotisch is en dat er heel veel opschudding is en eigenlijk ook wel weer wat onzekerheid omtrent de maatregelen en dat virus en zo. Dan de ene keer krijg je hoop en een andere keer dan komt er weer ander nieuws. Focus daar niet op. Want onze kracht ligt echt in het feit dat we zelf onze realiteit kunnen kiezen. Als een situatie waar dat je eigenlijk niet goed weet wat dat eigenlijk echt gaande is. Wel, herleg dan je focus op dingen waar je wel het gevoel hebt dat je weet wat er gaande is. Waar dat er wel de controle over is. Waar dat je wel weet waar dat jou gaat brengen. En focus op liefde, focus op licht. Dus dat wil zeggen, als je iets doet en het laat je goed voelen en het opent je hart en je wordt er enthousiast van, dan is dat hetgeen die bij jouw pad hoort. En die is in afstemming is met jouw ziel. En dat is hetgeen wat ik ook elke morgen doe, vooraleer ik uit mijn bed stap, is mijn dag visualiseren. Hoe wil ik mij doorheen de dag voelen? Wat wil ik gaan, niet wat wil ik gaan doen, maar vooral wat wil ik aantrekken? Wat wil ik ervaren? Dus ik focus voornamelijk op de emoties. Want emoties zijn samen met de gedachten
eigenlijk de manier waarop we gaan manifesteren. En afhankelijk van de waarde, de kracht, dus die emoties hebben, en dat maakt niet uit of dat nu positieve of negatieve emoties zijn, dat bepaalt hoe snel en in hoeverre dat je eigenlijk dan die wens of die gedachte voornamelijk aantrekt. Dus als jij ervan overtuigd bent dat het echt de slechte kant op gaat met de wereld, en dat het altijd maar erger en erger wordt en slechter wordt, en altijd daar je aandacht en je energie naartoe stuurt, dan is dat ook hetgeen dat jij in jouw realiteit en echt in jou als ervaringen zal meemaken. Dus ook daar, wees bewust van de gedachten die je hebt. Voel je dat je ergens iets probeert te manifesteren, maar het lukt niet. En je trekt en je sleurt aan de situatie wel, dan is het weer een teken dat je eigenlijk iets probeert te tot stand te brengen die misschien niet voor je hoogste goed is. Misschien is er nog iets veel beters voor jou weggelegd. Dus ook daar is het weer belangrijk om in die overgave te stappen en om te vertrouwen. En vooral om te luisteren en te kijken naar de signalen die jouw lichaam jou geeft. Maar ook de signalen die om jou heen komen door muziek die je hoort. En dat je plots een bepaalde zin veel bewuster van bent dan een andere zin. Maar ook dingen die met kinderen bijvoorbeeld, met ouders, met vrienden. Waar raak je over gefrustreerd? Waar kan je niet goed mee om? Waar mag je nog meer grenzen aangeven? Want ook daar, en zeker als vrouw, worden gevraagd om in die heilige, krachtige, goddelijke, vrouwelijke energie te stappen, universele vrouwelijke energie te stappen. Niet meer langer de vervormde energie waarbij dat afhankelijk zijn, waarbij dat we seks ook gaan gebruiken om aandacht en liefde en wat dan ook te gaan krijgen. Maar echt vanuit de gehele versie van wie dat we zijn als mens. En vrouwelijke energie is niet onderdanig. Nee. Vrouwelijke energie is voedend. Het kan heel chaotisch zijn en heel emotioneel zijn. Maar het is ook heel creatief. Dus ga ook voelen bij jezelf van wat betekent het om in mijn vrouwelijke energie te zitten. En welke patronen zitten in die vrouwelijke energie. Zodanig dat je daar ook leert en ziet waar dat je jezelf blokkeert en waar dat je nog werk te doen hebt. Omgekeerd ook, op welke manier onderneem je actie? Is het omdat je het bedenkt? En is het vanuit die echte, puur en enkel alleen mannelijke energie? Structuren aanbrengen, plannen bedenken, brainstormen, jaarplannen maken, wat dan ook. Dat is eigenlijk enkel alleen maar vanuit die puur mannelijke energie. Maar wanneer je beide samenbrengt, dus die mannelijke en die vrouwelijke energie in jezelf samenbrengt, en die ga je gebruiken om je wensen aan te trekken en om te manifesteren, dan ga je zien dat heel veel dingen plots gaan verschuiven, dat heel veel dingen op je pad komen. Dat je eigenlijk gebruik maakt van de open poorten die er zijn. En dat is hetgeen dat je ook nu kan doen. Nu is de energie heel krachtig. Ik geloof dat planeet Sirius is, die in een of andere stand staat. Ik ben geen astroloog en ik volg het ook niet zo gedetailleerd. Maar dat maakt dat deze dagen ook weer krachtiger zijn. Dus wees bewust waar je mee bezig bent. Waar leg je je focus naartoe? Geef je energie constant en voortdurend aan anderen? En zelfs als het over je kinderen gaat, leg je aandacht constant bij je kinderen? Word je constant heen en weer getrokken? Word je constant gevraagd, mama hier, papa daar? Dus waar ben je echt elke dag in, dag uit mee bezig? Waar ben je op gefocust? Want als je niet tevreden bent met het leven dat je nu hebt, dan ligt daar je antwoord. Dan ligt daar de sleutel tot het veranderen van je leven. Want het nu, en ik heb dat al meermaals geschreven en gezegd waarschijnlijk ook, het nu is eigenlijk enkel en alleen maar het resultaat van vroegere gedachten, van vroegere patronen, van vroegere gedraging, van vroegere keuzes. Dus als jouw nu niet zo bevredigend is, wel, dan is het gewoon een kwestie eigenlijk van nieuwe keuzes te maken, van die gedachten en die patronen voor de spiegel te gaan houden, eerlijk te worden met jezelf voornamelijk, jezelf eindelijk op de eerste plaats gaan zetten en alle liefde en aandacht en energie die je altijd steekt in projecten van anderen of gewoon in anderen, om die eindelijk voor eens en voor altijd in je eigen wensen en je eigen dromen te gaan steken. En dan ga je zien dat stap voor stap je leven eigenlijk gaat gaan veranderen. En een eerste stukje dat heel behulpzaam was eigenlijk elke morgen
mezelf eigenlijk opkrikken. Mezelf, eigenlijk echt die tijd nemen voor mezelf. Al is het maar gewoon 5 minuutjes voordat iedereen wakker wordt. Of voordat iedereen je aandacht begint te vragen. Vooral eerst als je je telefoon opent en kijkt hoeveel berichten dat je al gekregen hebt. Om echt de tijd te nemen om te visualiseren. Dat hoeft niet lang te zijn. 10 minuutjes, 5 minuten. Begin met 5 minuten, begin met 1 minuut als dat voor jou al meer dan voldoende is. En bouw dat dan geleidelijk aan op. Het is een moment om rustige dag te starten. En om ook te visualiseren hoe dat jij jou die dag wil voelen. En dan neem dan s'avonds ook de tijd om te gaan kijken van welke dingen dat je 's morgens vooropgesteld hebt, de intentie die je gezet hebt. Welke zijn ook effectief waarheid geworden? Welke zijn ook verschenen in realiteit? Want met de hogere energieën die naar de aarde komen, hebben heel veel mensen last van hoofdpijn en ascensieverschijnselen en zo. En kun je er echt wel ziek van zijn. Als je daar last van hebt, tussen haakjes, rust dan meer, drink veel water en scherm je ook energetisch af. Wat wil ik zeggen? Ga niet te veel naar buiten, maar ga de natuur in. Zorg dat je jouw energie zuiver houdt. Van de hogere energieën, dan als je dan 's morgens de intentie zet en dan eigenlijk jou doorheen de dag je ook focust op die energieën, dan ga je zien dat die 's avonds misschien dan zelfs uitgekomen zijn. Dus je kan heel snel manifesteren als er geen blokkades zijn en dat je gewoon open bent om te ontvangen. Dus als je 's morgens de intenties neerzet en het dan gewoon loslaat en kijkt hoe dat er allemaal op je pad komt, dus als die overgave en vertrouwen dat zo is, dan ga je zien hoe dat magie en het werken met de elementen, het werken met universele vlammen, hoe krachtig dat is en vooral hoe snel dat gaat. Nu, mijn intentie is om de komende periode zo goed als dagelijks een video te posten omtrent de energieën en omtrent spiritueel werk, healing en wat dan ook dat mij maar naartoe geleid wordt. Mocht je zelf vragen hebben of ergens tegenaan lopen en je zou dan graag in een video een antwoord op willen hebben, dan mag je dan gerust hier onderaan de video delen. En dan wens ik je een hele fijne dag. Zet nu alsnog je intenties neer en dan spreken we elkaar in de volgende video. Dag!